Vandaag ga ik op date met 50 vrouwen. En een van deze vrouwen is mijn vriendin Nina. Om erachter te komen hoe goed ik Nina na 10 jaar ken, ga ik de hele dag op blind dates met alle dames. Ik zie ze nooit. Het is zo maf, ik zie ze niet eens. En ik hoor ze ook niet. Als ik te dichtbij kom, dan moet je het maar zeggen. Nou, eigenlijk niet, want ik mag je niet horen. Maar ik mag ze wel vragen stellen. Gaat het goed, meisje? Voelen. Oh, even dat andere. Oh. En ruiken. Nee toch? Hij gaat ons nog niet ruiken. Tijdens elke ronde moet ik een paar dames wegsturen waarvan ik denk dat ze Nina niet zijn. Oké. Okay. Dit doe ik net zo lang tot er uiteindelijk één dame over is, namelijk Nina. Als het goed is. Oh ja, Nina kijkt trouwens de hele tijd mee met alle dates. Dit kan je echt niet doen, Kel. Dat wordt leuk. Tijd voor ronde 1. De speed date. Oh, het eerste meisje. Ben jij Nina? No. Dat is echt tering easy. Jij bent dus niet Nina, maar ik laat je alsnog doorgaan. Omdat ik voel gewoon een goede energie. Ik mag dus alle dames één vraag stellen die ze met ja of nee moeten beantwoorden. Wat een mooie meid. Zij is een soort van een knappe versie van mij. Hou jij van een lekker drankje op z'n tijd? Yes. Je bent door. Ik mag alleen nooit twee keer dezelfde vraag stellen. Dat is een aparte vibe. Wat gaat die Kim vragen? Is Charlie's misschien het beste drankje ter wereld? No. Ik weet niet wat Charlie's is. Dan moet je helaas gaan. Weer zo'n mooie meid. Heb jij een broer? Yes. Ah, ja, ik ook. Dan mag je blijven. Is Ajax de beste voetbalclub van Nederland? Well, yes. Tot straks, hè? 50 dames, zoveel. Van de 50 dames moet ik deze ronde 10 naar huis sturen. Lachen. Deze is enthousiast. Deze gaat ervoor. Hou jij van koriander? Yes. Oh, nee. Oké, nou, dan mag je weggaan. Ik haat het. Heb jij een hele knappe vriend? No. Sorry, dan moet je vertrekken. Ik had waarschijnlijk ook op 9 geklikt. Heb jij wel eens over jezelf heen gekotst omdat je heel dronken was? Nee. Hij mag helaas gaan. Zo kan je echt zijn. Het is wel eens gebeurd, ja. En zo was ik nog wel even bezig. Sommigen waren overduidelijk. Hou jij van een lekker wijntje? Yes. Ja. Sommigen minder duidelijk. Heb jij wel eens een dier doodgeschoten? Nee. Nou, dan mag je weggaan. Huh? Wat zegt hij? En toen was het de beurt aan Nina. Zonder dat ik het wist. Eet jij wel eens een frikandel? Yes! Je mag door. Yes! Lekker! Nou ja, nou was deze ronde nog niet zo moeilijk. Maar geloof me, blijf kijken, want het wordt steeds moeilijker. Tot op dit punt was ik wel overtuigd dat Nina er nog tussen zat. Vanaf dit punt weet ik het niet meer zeker. Nou, nog een paar fantastische vragen. Zat het erop? En waren er nog 40 vrouwen over? Dit was gezellig. Tijd voor date nummer 2. Alle 40 overgebleven dames gaan staan voor het doek. Het is aan mij om binnen 30 seconden te raden of het Nina is. Simpel. Stel je staat op een rockconcert, hè, en je hoort heavy metal. Wat doe je dan? Oké, je bent door. Gefeliciteerd, je bent door. Stel je voor, je hebt net een marathon gelopen. Hoe zou je er dan ongeveer bij staan? Deze chick is echt grappig. Zo, potverdorie. Je bent door. Op basis waarvan? Ik weet het ook niet. Doe ze je favoriete yoga pose. Oh, ze gaat ervoor. Zo, je bent door. Dit doe ik net zo lang tot er uiteindelijk 30 vrouwen overblijven. Ach, je mag door. Je bent door. Je bent door. Yes, je mag naar huis. La. Welke Mongool heeft dit bedacht? Hallo? Draai eens een rondje. Oké. Doe je favoriete sportbeweging? Oké. Nou, dat is duidelijk. Sta even alsof je blij bent. je bent door. Gefeliciteerd. Dit is exact de omschrijving. Soms weet je het gewoon, soms weet je het niet. Ik moet niet alleen per ronde een aantal dames elimineren, maar ik moet ook één van de dames uitkiezen als potentiële Nina. En daarvoor heb ik deze prachtige gouden envelop. Ja, dus de gouden envelop. Het zit als volgt. Elke ronde mag ik één gouden envelop inzetten. Die moet ik inzetten bij de dame waarvan ik overtuigd ben dat het Nina is. Als ik het goed blijkt te hebben, zoals hier dus, verdien ik per goede envelop 100 euro. Als het fout is, niks. Noppes. Nada. Het geld wat ik aan het eind van de video verdiend heb, is niet voor mij, maar voor jou. Ja, jij kan het winnen. Woehoe! Hoe? Dat leg ik je later uit in deze video. Dus blijf vooral kijken. Na veel ongemakkelijke momenten... Zou je misschien kunnen twerken? Ah. Dat is een bijzondere twerk. Was ik alweer aangekomen bij de laatste. Ja. Oh. Hallo.
deze zag ik even niet aankomen. Ik moet al besluiten. Je bent door naar de volgende date. Nina, misschien heb je een voertuigje voor jezelf geregeld. Dat kan. 30 vrouwen over en Nina zit er nog steeds tussen. Tijd voor ronde 3. Ik heb geen idee wat we gaan doen eigenlijk. Alle dames hebben een extra kledingsetje meegenomen. En die krijg ik alle 30 te zien. Dit is niet meteen een blouseje die Nina zou hebben. Sorry. Als ik denk dat het wel eens uit Nina haar kast zou kunnen komen, gaan ze door. Ik vind het heel leuk. Thanks, girl. Ik vind het zo leuk. Je bent gewoon door. Gefeliciteerd. Maar als ik denk dat het niet van Nina is, dan... Je bent niet door. Oh. En zoals je ziet, kijken alle overgebleven dames mee. Gezellig. Kan je nog zeggen mij? Ja, ik ben hier zo afgrijzelijk slecht in. Ik neig naar een volledige nee. Huh? Ik draag dit gewoon. Ten eerste, je gulp staat open. Nee, oprotten. Ik vind dit helemaal niks. Nou, ik denk dat Nina nog eerder naakt over straat zou lopen dan met zo'n doen. En voor jou? Ja, nou... Maar moet het niet andersom? Misschien had het anders aangemoeten, maar dat maakt niet uit. Oh, dat is een mooie jongen. Was die van jou? Ik heb ook niet. Ik kan me een bepaalde foto herinneren van een bepaalde dame in een bepaalde jurk. En die dame ken ik best wel goed. Ik heb zo'n rode jurk. Zoals je misschien is opgevallen, heeft deze video geen sponsor. Dus ja, dan ben ik maar mijn eigen sponsor. Namelijk Charlie's, het beste drankje ter wereld. Het is mijn eigen drank, ik ben er trots op. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit echt het beste drankje ter wereld is. Google, gewoon zoek maar op. Het is ook heel populair bij dames. Kijk maar even hoe deze dames reageren op dit blikje. Dit is jullie cue. Verkrijgbaar bij 800 Albert Heijn's, bij Jumbo, bij allemaal winkels. Fantastisch, ongelooflijk. Er kwamen nog veel meer mooie outfits voorbij. Ik vind dit heel leuk. Wat een leuk jurkje. Je bent door. Wat schattig. En soms wat minder mooie. Ik word er niet vrolijk van. Tot er nog 2 over waren, waarvan er maar eentje door kon naar de volgende ronde. Nou, één van jullie gaat naar huis en ik heb al besloten. 1 outfit vind ik best wel schattig. De andere outfit vind ik echt afschuwelijk. Dat is het groene legershirt met kralen erop. Dus helaas. Gefeliciteerd, schat. Nog 20 dames over. Ook in deze ronde heb ik weer een envelop ingezet bij een outfit. Maar welke dat is en of het goed is, zie je aan het eind van de video. Door naar ronde 4. Dit is zo raar. Hallo. Oh, vingers in elkaar. Zo, dit vind ik heel moeilijk ineens. Zo, dit zou wel eens een Ninaatje kunnen zijn. Ja, jij bent door. Jij krijgt van mij de envelop. Nee, snap ik wel. Ik was misschien een beetje enthousiast met die envelop, maar ik voelde gewoon... Psh. Oh, nu ben ik heel benieuwd als hij dit gaat voelen. Het is wel een beetje een koude hand. Ik blijf dit wel, ja. Dus ik kan me voorstellen als je dit van een afstandje bekijkt, dat je dit een beetje maf vindt. Ik ga voor nee. Oeh. Iedereen doet helemaal zo. Het zou wel een Ninaatje kunnen zijn. Wat een mooie meid. Wat een zachte hand. Ja, ik laat je gewoon doorgaan. Ik durf er niet aan. Nou ja, waar komt die nou ineens vandaan, joh? Zij is wel echt leuk. Ja. Yeah. Oh, is ze al weg? Zo, jij hebt partijlange nagels, gek! Maar alsnog laat ik je doorgaan, want ik vind het gewoon geestig. Probeer me te overtuigen. Je hebt nog 5 seconden om me te overtuigen. Oh, even dat andere handje. Oh, ze doet het goed. Ja, ik moet je het wel door laten gaan. Ja, ze doet het heel goed, dit. Hallo? Ik ga je naar huis sturen. Je was leuk je te leren kennen. Oké. Okay. En toen was het zover. Kijk, oh, ja, dan wordt een klein beetje gewreven. Oh, ja, oké. Okay. Even de grootte, even de size of the hand. Zo, hier, ik word er even vol ingezogen. Akkoord, wie je ook bent, als je zulke dingen aandurft, dan geef ik je sowieso een kans. Na nog een paar dames was iedereen aan de beurt geweest en waren er nog 10 over die doorgingen naar ronde 5, het emoji interview. Vraag 1, we gaan een avondje uit. Hoe ziet deze avond er volgens jou uit? Elke dame krijgt 1 vraag voorgeschoteld en die moeten ze beantwoorden met 3 emojis. Easy, toch? Sowieso een drankje. En wat eten. En een dansje. Als er iemand niet van dansen houdt, dan is het Nina Waring. Dus dit is een absoluut... Nee, klaar. Ik lig eraan. Ja. Nina vindt dansen kut. De volgende vraag. Wat is jouw grootste droom? Dit is gelijk zo'n diepe vraag. Oh, ik weet al wel. Dan weet hij gelijk dat ik ben. Ik stuur een trouwring. Huisje, boompje, beestje. Ja, echt. Als iemand nu stuurt huisje, boompje, beestje, dan... Oké. Ik moet even door laten gaan. Ja,
Yeah. Wat zijn je drie lievelingsdieren? Als eerste een kat. Dolfijn. Ja, toch wel een hond. Alleen die dolfijn vind ik vrij specifiek. Helaas. Helaas. We zitten een avondje op de bank en bestellen een eten. Wat bestel jij het liefst? Taart. Taart? No fucking way. No way, zegt hij. We gaan lekker op vakantie. Dit is gewoon een Nina. Ja, dank u. Wat zijn je drie favoriete sporten? Voetbal, yoga en hockey. Nou, het is duidelijk. Oh. Wat zijn je drie favoriete landen ter wereld? Italië, Spanje, Nederland. Kiele, kiele, kiele. Ja, we doen het gewoon. Oh, ik ben door. Je drie lievelingskleuren. Rood, wit, blauw. Ja. En dan andersom van de boeren. Ja. Dan zeg ik support de boeren. Oh. Blauw, wit, rood. Nou, hij is nog niet hard aan het typen. Hij is aan het nadenken. Ja, shit. Fuck it. Nee. Oh, helaas. Hij zegt, ik hou niet van Franse mensen. Nou, oh, hij denkt het Franse brand. Vakantie mag je maar drie dingen meenemen. Welke drie dingen neem je mee? Jurkje, bikini en pimpas. Een vinkje. Voor welke drie dieren ben jij echt bang? Ik heb het niet zo met slangen. Even kijken, rat. Die zijn echt vies. Slangen, ratten en haaien. Vinkje. Yeah. Vijf dames naar huis, vijf dames over. Nu wordt het spannend. Ook hier heb ik weer een envelop ingezet op de dame waarvan ik denk dat het Nina is. En onthoud hè, elke goede envelop is 100 euro waard die jij kan winnen. Hoe? Nou, let op. Je hoeft alleen maar @drinkcharlies te volgen op Instagram. Dat is het. Niks meer, niks minder. Lachen. Tijd voor ronde 6. Ja, ze roomie, go get him. Zou raar, want ze zijn het rare. Voor mij is het ook een beetje apart. Nou, daar gaan we. Enorme twijfel. Ik weet het, ik heb echt totaal geen idee. Dus ik laat je maar gewoon doorgaan. Je bent door. Geweldig. Ze kijkt echt super blij. Ja. Jij, ik weet niet wie je bent. Stop de tijd, ik weet het. Je ruikt heerlijk. Ah. Oh. Maar je ruikt niet als Nina. Bedankt voor je komst. Ik vond haar echt lekker ruiken. Oh ja, deze ronde moet ik in totaal twee dames naar huis sturen. Als ik naar koffie stink uit mijn muil, dan is dat omdat ik te veel koffie heb gehad vandaag. Pardon, hé. Ik ruik niet heel veel. Sorry, ik ga even op je hoofd ruiken. Het ruikt wel echt lekker. Kut! Je mag door. Ik heb sterke twijfel. Is het ding als iemand in je oor zit te snuffelen, trouwens? Nee. Ja. Ik vind het zo lastig. Ik hou jou in de race. Sterker nog, ik geef jou het enveloppie. Kijk hoe blij jij kijkt. Het spijt me echt. Ja, je ligt eruit. Ik weet niet waarom, ik weet ook niet hoe, maar het lot heeft bepaald. Ah. Nou, heb ik dat ook weer overleefd. Nog drie dames over. Tijd voor mijn favoriete ronde. Namelijk ronde 7. Ik voel helemaal druk op deze. Ik heb het echt puur. Hallo, lieve dames. Jullie krijgen 20 minuutjes om van de heerlijke ingrediënten voor jullie iets heerlijks te maken. En de tijd gaat nu in. Ja, de liefde van de man gaat door de maag. En met een vriendin die elke avond voor me kookt en ook nog eens twee succesvolle kookboeken heeft uitgebracht, zou ik haar liefde inmiddels toch moeten kunnen proeven. Hebben jullie een plan eigenlijk? Nee. Niet echt. Ik kook nooit. Oh, als jij wint, hè, dan stop ik met werken, ja? Oh, dit is een magnetron. Huh? Wat is dit voor avocado? Heb je wel eens erin gedaan, in de pan? Olie of boter? Nee, maar... Ja, dan gaat het aanbakken. Oh, vergeten door de stress. Dus jullie hebben nog 10 minuten. Dat ei moet je zoeken. Sorry. Nou, ik vind die paprika wel echt origineel. Dat hartje. Nog 1 minuut. Wat nou als je nou net te laat bent? Een paar seconden. Nog 30 seconden. Jullie hebben nog 5, 4, 3, 2, 1. Nou, leg alles maar neer. Etenstijd. Food. Alright, ik begin gewoon bij deze. Ik zie een scrambled egg op een broodje met een beetje avocado erbij, weet je wel. Peper, oké. Gaan we nu afzijken, verkoop het nog meer in koken. Niet slecht. Nou. Nee, niet slecht. Oh, het is er wel een beetje opgebeukt, weet je wel. Oeh. Hij kijkt ook lekker. Weer niet van mij. Ja, hij denkt helemaal wat dit betekent. Ik denk dat hij denkt, ik vind het heel lekker, maar die ander is veel mooier. Ja. Ik weet het echt, ik heb echt geen idee. Nummer 2, ook een scrambled egg. Iets droger. Maar ik vond het eigenlijk nog best voor geen boter. Ja, was het echt wel. Deze is, ja, sorry dat ik het zeg, ik vind hem een beetje, hij is een beetje saai. Komen we aan bij nummer 3. Je scoort absoluut punten. Dit eitje is precies zoals ik lekker vind. Ik had echt gedacht dat hij zou zeggen geen peper en zout. Er missen eigenlijk twee dingen. Zout en peper. Ik had geen tijd meer. Veel punten voor dit, voor deze creatie. Dit is echt ongekend. Aww. Zo, ik heb een keuze gemaakt.
Eén gerecht heb ik naar huis gestuurd en dus ook één van de dames. Of dit Nina is, of toch Romy of Linde, dat hou ik nog even geheim. Tijd voor de finale. Hoe kun je nou beter de liefde betuigen dan door een prachtige brief? Hier heb ik twee liefdesbrieven van onze twee finalisten. Ik ga ze allebei lezen en dan is het aan mij om te bepalen welke van deze twee geschreven is. Door Nina. Lieve Kelvin, we hebben veel leuke momenten samen beleefd. Filmavondjes samen op de bank waar ik altijd zo om moest lachen. Spelletjes spelen waarmee ik altijd veel te graag wil winnen. Ik heb zin in onze nieuwe momentjes. Nu hou ik op met al deze complimentjes. Ik ben slecht met woorden op papier, dus bereid je voor en pak wat bier. Onze liefde is moeilijk te beschrijven. Laten we gewoon de liefde bedrijven, want dat blijft na 10 jaar nog steeds goed. Ik weet niet hoe je dat doet. Knipoog. We hebben een winnares. Dames, ik heb 2 brieven van jullie gekregen. Dank je wel daarvoor. 1 van die brieven heb ik verfrommeld. Dat is een brief waarvan ik denk dat die niet is geschreven door mijn vriendin Nina. Daarom wil ik graag de persoon zien van wie deze afgrijzelijke brief was. Yes! Hallo! Jij bent een soort van net niet Nina. Nee. Wil je nog wat zeggen? Ik hoop dat je Nina wel vindt. Ik hoop het ook. Is de dame achter dit doek mijn prachtige Nina waar? 3, 2, 1. Yay! Knappert! Hallo, bedankt voor het kijken. De groeten. Oh ja, niet te vergeten, van de 8 enveloppen die ik heb ingediend had ik er 5 goed. Dat betekent dat jij 500 euro kan winnen. Het enige wat je hoeft te doen is @drinkcharlies te volgen op Instagram. Dus doe het! Bedankt voor het kijken.